gaan nu weer een lokaal paadje verkennen in de buurt van het huis. Deze staat nog niet op OSM. Deze trek. Hier kan je nog met de mountainbike komen, of niet? Naar beneden zal wel makkelijker zijn dan naar boven. Dit is de drooggevallen rivierbedding, de beek. En daar loopt een steil pad die nog niet op de kaart staat. Dat gaan we even verkennen. Het is heel modderig en steil. Daar ligt Poezols met de giet. Daar zitten wij. Dit is Poezols. En daar ligt Faverolles. Dichtstbijzijnde kruidenier. Kerkje.